Het is ijskoud. Nou, dat valt wel mee, maar warm is anders. Toch loopt iedereen hier deze hele week in korte broek. Zo fijn is het niet altijd, alleen het is goed om te doen. Het is niet zo normaal omdat het winter is. Toen ik een korte broek aan had, dacht ik het wordt heel koud. Maar dat was blijkbaar niet zo. En we doen het ook nog voor het goede doel. Groep 7 van basisschool De Berensprong in Herkenbosch zal deze hele week geen lange broek aantrekken. Nou, ik vind het heel goed. Ik vind het leuk om mee te doen aan acties. Maar we hebben wel geluk dat het weer 10 graden buiten wordt. Ze zijn niet de enige. Kinderen door heel het land doen mee aan de actie. Ze willen hiermee geld ophalen voor een stichting die onderzoek doet naar kanker bij kinderen. Kijk, nu heb ik geen ziektes bijvoorbeeld. Alleen kinderen die dat wel hebben, dat is gewoon echt heel erg. We kunnen heel veel kinderen aan pijn aan hebben en nee, dat is gewoon niet leuk. En je moet elke keer naar het ziekenhuis. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Kunnen ze zeg maar machines gaan betalen, kunnen ze die neerzetten en dan kunnen ze kinderen beter gaan maken. En niet alleen kinderen doen mee. Ja, als al je 31 leerlingen meedoen, kun je natuurlijk zelf ook niet achterblijven. Meester Jannik was zelfs degene met het plan om aan de korte broekenactie mee te doen. Ik heb een leerling in mijn klas genaamd Lars. Lars heeft op 2-jarige leeftijd een hersentumor gekregen. En dat was ook de reden waarom ik graag in deze actie wilde deelnemen met de klas. Ik heb eigenlijk geen leuke tijd gehad en omdat ze me nu zo willen helpen, dat geeft me een goed gevoel. Lars kreeg toen hij heel erg klein was dus een vorm van kanker. Hier was ik onder narcose. Heftig en best wel verdrietig. En dat is niet leuk. Dat kan heel gevaarlijk zijn, maar gelukkig is hij zo goed als genezen. Heel fijn. Ik steun hem heel graag. Ik ben een vriend van Lars en ik wil hem graag een hart onder de riem steken. We zitten nu op een bedrag van bijna 2500 euro. Heb je het niet ijskoud? Nee. Nou, valt wel mee. Wel kouder dan in de zomer. Hoeveel geld heb je al opgehaald? 25,50 euro. Tientje. 30 euro van mijn familie. Aan het eind van de week is duidelijk hoeveel geld de klas heeft opgehaald. En tot dan is het vooral warm blijven.